Eindelijk zijn ze terug, de herten van het hertenpark van Werkendam. En het park heeft al een hele historie. Er is rond de jaren 50, 52, is het terrein hier aanbesteed. Is er voor een 10.000 euro aan werk verricht. Daartussendoor hebben we natuurlijk de watersnood gehad. Toen heeft het stilgelegen. En toch eind 53, november meen ik, kwamen toch de eerste herten. Ik weet eigenlijk niet anders als dat het park er geweest is. Want in mijn jeugd, ja, dan was het altijd naar het hertenpark en naar de Kerkenwiel. Daar hadden de eendjes. Het behoud van het hertenpark heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad. De gemeente Werkendam heeft in 2009 besloten dat het hertenpark weg zou gaan. Nou ja, Jan en ik kregen heel veel reacties hier uit de Altenaar van ja, nu gaat het hertenpark weg. Nou, wat hebben wij gedaan? Wij zijn handtekeningen gaan verzamelen. Bij 70 handtekeningen, dan moet het dus terug in de gemeenteraad. In de raad is toen, heeft eigenlijk de wethouder een beetje de vrije hand gekregen van joh, kijk maar wat het wordt. Maar wij willen eigenlijk niks meer met die herten te maken hebben. Dus binnen het park, binnen het hek, dat moet eigenlijk voor de stichting worden. En eigenlijk door onze actie is deze renovatie eigenlijk toch tot stand gekomen. Dus en daar zijn we heel blij mee. Waar komen de herten vandaan nu? Die komen uit Almelo, van de gemeente Almelo. Die hadden op een gegeven moment jonge herten en die hebben de heer Tielman, heet hij? Tieke. Tieke, ja, de heer Tieke. Die is onze leverancier van de herten. Die komen de herten halen en als ze ziek zijn. En op een gegeven moment hebben ze in Almelo gehaald en hier gebracht. Er zijn drie hinders en één bok. Wat zijn de toekomstplannen van de stichting Hertenpark? Ten eerste dat we natuurlijk het welzijn van de dieren gewoon voorop stellen. We hebben wel nog in gedachten katalpas. Dat zijn die harige, die wollige beesten, dat zijn die knuffelbeesten. Daar hebben we er hier ook een paar van, maar ja, die zijn natuurlijk ook nog wel prijzig. En we moeten natuurlijk ook kijken of dat die dus ook met herten samen kunnen. Nu de herten teruggekeerd zijn, wordt het park opnieuw geopend. Dat wordt aanstaande zaterdag de 8e geopend om half elf door een aantal kinderen van opvang. Hoe komt de stichting aan zijn geld? Wij hebben flyers verspreid hier in Werkendam, zo'n ongeveer 4600. Waar mensen dus vriend kunnen worden van het hertenpark. Ook bedrijven gaan we benaderen, dat die dus ook vriend kunnen worden. En ja, wij roepen gewoon op degene die het hertenpark een warm hart toedragen, doneer op onze stichting.